Het overleg tussen minister Wiebes en de provincie Groningen over het versterken van woningen in het aardbevingsgebied is vastgelopen. De provincie heeft de gesprekken opgeschort. Het overleg is stuk gelopen op 1600 adressen waarvan de regio vindt dat ze snel versterkt moeten worden. Waren we eigenlijk niet veel beter af met Kamp? Die schiep in ieder geval geen verwachtingen die hij vervolgens niet waar kon maken. Wiebes leek in het begin wel een verfrissing door de manier waarop hij optrad. Maar al snel kreeg ik het gevoel, dit is te mooi, dit is te lief voor ons, dit kan hij nooit waarmaken. En oh, wat stond hij daar parmantig op het binnenhof met die flipover ons te laten zien hoe hij dat varkentje wel even zou wassen. Als de NAM zou flikken wat Wiebes nu doet, dan zou de wereld te klein zijn. Dan zou de hel losbreken. Dat zouden ze nooit durven. Wat dat betreft kunnen we ons afvragen of we wel zo blij moeten zijn met Wiebes tussen ons en de NAM in. Wiebes zei ooit een keer dat hij, als hij Groninger was geweest, veel bozer zou zijn dan wij. Nou, ik vraag me af hoe hij zou reageren als hem geflikt werd wat hij ons nu flikt. Op de site van de NCG en ook van de Rijksoverheid staat heel duidelijk dat alle huizen waar al een versterkingsrapport voor is afgegeven, dat daar de versterking gewoon doorgaat. En dat is bij ons huis het geval. Dus desnoods gaan we naar de rechter. See you in court, minister. Minus Valdo.